Meer uitleg over oorzaak, erfelijkheid en ziekteverloop van ALS, PSMA en PLS in combinatie met FTD, frontotemporale dementie. Vraag en antwoord met medewerking van Michael van Es, neuroloog, en Esther Kruidwagen, revalidatiearts. Vraag 1. Komen cognitieve en gedragsproblemen alleen bij ALS voor of ook bij PSMA en PLS? ALS is onderdeel eigenlijk van een categorie ziekte die we de motorneuronziekte noemen. Tot die categorie behoren ook primaire lateraal sclerose of PLS en progressieve spinale spieratrofie, PSMA. En ook bij PLS en bij PSMA kunnen dezelfde veranderingen van denken en gedrag voorkomen. Daar hebben we in het ALS-centrum recent een groot onderzoek naar gedaan. En dan zien we eigenlijk dat bij PLS die stoornissen misschien nog wel vaker voorkomen dan bij ALS. Terwijl ze bij PSMA wat minder vaak voorkomen, maar ook wel degelijk bij zo'n 10-20% van patiënten met PSMA kunnen ontstaan. Dus eigenlijk ongeacht welke vorm van motorneuronziekte er speelt, is het nuttig om onderzoek te doen naar de denkvermogens en naar het gedrag te kijken. Is er iets te zeggen over de oorzaak? Als we de hersenen bestuderen van mensen die ALS of frontotemporale dementie hebben gehad, dan zien we dat er in dat hersenweefsel een abnormale eiwitophoping optreedt. Van een eiwit dat TDP43 heet. En dat hoopt zich zowel bij FTD als bij ALS op. Dus we kijken eigenlijk naar een ziekte waarbij hetzelfde probleem een rol speelt. Ophoping van die eiwitten. En dat dat in verschillende delen van de hersenen gebeurt. En eigenlijk daar waar de meeste eiwitophoping zich afspeelt, dat is waar de klachten zich het eerste openbaren. Dus als er veel ophopingen zijn aan de voorkant van de hersenen, zien we verandering van gedrag. Is er veel ophoping van dat eiwit in de slaapkwab, dan geeft dat taalproblemen. Maar zit dat in de zenuwcellen die over de motoriek gaan, uitzicht dat in problemen van het bewegen. Hoe zit het met erfelijkheid? ALS kan voorkomen als een erfelijke ziekte. Daar denken we meestal aan op het moment dat er andere mensen in de familie zijn die ook ALS hebben gehad. Maar het kan ook zo zijn dat er sprake is van een erfelijke vorm van de ziekte als er frontotemporale dementie in de familie voorkomt. De meeste mensen zullen dan het verband tussen die twee familieleden niet zo direct leggen. Maar het kan dus zijn dat in een familie waar ALS in voorkomt ook frontotemporale dementie voorkomt. Op het moment dat beide dus in de familie voorkomen, is de kans dat het om een erfelijke aandoening gaat wel groter. Dat bespreken we ook meestal met mensen en we bieden wat vaker DNA-diagnostiek aan in die gevallen. Ook is de kans dat iemand zelf een DNA-afwijking draagt als oorzaak van de ziekte wat groter wanneer er sprake is van ALS met frontotemporale dementie. Kort gezegd is de kans dat het gaat om een erfelijke ziekte groter als er FTD bij de patiënt zelf voorkomt of als er dementie in de familie voorkomt. Op het moment dat we een vermoeden hebben dat er misschien sprake is van een erfelijke vorm van de ziekte, dan kunnen we DNA-diagnostiek doen. Er zijn een aantal genen, stukjes DNA, die belangrijk zijn voor het maken van een eiwit, gaan we dan nakijken. Dat zijn er inmiddels zo'n stuk of 20 waarvan we weten dat die ALS kunnen geven. Op het moment dat we een afwijking vaststellen in een van die genen, dan is er sprake van een erfelijke vorm van ALS. En dan kan het zo zijn dat die DNA-afwijking ook bij andere familieleden voorkomt. Dus het vaststellen van zo'n DNA-afwijking kan ook consequenties hebben voor de rest van de familie. Verloopt de ziekte anders als er ook FTD meespeelt? We weten dat veel mensen ook nog wel verslechteren in hun gedrag, in hun cognitie, dus ook in hun denken en handelen over de ziekte. Dat gebeurt vaak.
En daarbij, wat een stoorzender daarin is, dat ze dus ook fysieke dus klachten krijgen. Dus minder goed kunnen lopen of staan. Dus belemmerd worden in wat ze bijvoorbeeld graag deden. En dat werkt weer niet goed door in hun gedrag. Dat is moeilijk om rustig te blijven als je niet meer kan bewegen. Dus mensen hebben vaak een soort modus gevonden om bijvoorbeeld lekker op je kamertje te gaan zitten en je hobby te doen. Maar als dat allemaal niet meer kan, dan is dat heel moeilijk. Dan komt iemand echt een beetje knel te zitten. Dus ik denk vaak ook wel dat het dat ook is. Dat met het vorderen van de ziekte iemand ook meer knel komt te zitten met FTD. Ik kan alleen maar beschrijven wat je vaak ziet. Dat iemand zich nog meer terugtrekt. Dat iemand liefst veel thuis blijft en inderdaad in een eigen wereldje leeft, gebeurt heel vaak. Als iemand dan ook nog eens longfunctieproblemen krijgt en benauwd wordt, dan kan iemand daarop gedragsmatig ook nog veranderen. Als je longfunctieproblemen krijgt, krijg je CO2-stapeling. Dus je uitademingsgas wordt niet genoeg geventileerd. En daardoor word je suffer, maar dan kun je ook gedragsmatig anders zijn. Je kunt geprikkeld raken of slechter slapen. Nou, dat helpt ook niet mee. Als je al problemen hebt met het denken, dan is het niet goed als je geen goede nachtrust hebt. Dus dat wordt het alleen maar erger. Dus dat zijn wel symptomen, of dat zijn wel verloop die je altijd ziet. Maar ik kan niemand vertellen van dit kun je verwachten. En dan op maat. De prognose bij ALS hangt af van ongeveer 8 à 9 factoren. In de regel is het zo dat wanneer er sprake is van frontotemporale dementie, dat de prognose wel wat slechter is. Maar het kan zo zijn dat wanneer de andere prognostische factoren gunstig zijn, dat er ondanks frontotemporale dementie toch sprake is van een traag ziektebeloop. Meer weten? Kijk op de website van het ALS-centrum.